De Nederlandse dierenarts wordt alsmaar duurder. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om naar de dierenartsenpraktijk over de grens te gaan. En dat leidt tot drukte bij de Duitse dierenarts. Je zit direct over de grens, dus alles wat de voordelen van Nederland, die hebben we ook. We hebben sowieso heel veel Nederlandse klanten van mensen die Nederlanders die in Duitsland wonen. En we hebben ook heel veel Nederlandse klanten die in Nederland wonen, die bijvoorbeeld ook de Aldi en de dierenarts samen combineren. Dus met de hond naar de dierenarts en dan even inkopen doen en dan weer terug. Veel Nederlanders komen dus langs bij de praktijk in Kranenburg. Volgens Soepenberg spreekt 2/3 van hun klanten Nederlands. Maar dit leidt niet tot een taalbarrière. We werken hier met 3 dierenartsen die alle 3 Nederlands spreken. Soms hebben we een taalbarrière aan de telefoon, omdat de assistenten die doen hun stinkende best om Nederlands te spreken. Verstaan doen ze het wel, spreken lukt nog niet helemaal, maar er wordt aan gewerkt. Het is niet alleen gemakkelijk voor de Nederlander om een bezoekje aan de dierenarts te combineren met het winkelen. De tarieven zijn ook nog eens een stuk goedkoper. Volgens de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde komt dit omdat er in Nederland een vrije marktwerking is. Dierenartsen kunnen hierdoor zelf hun prijzen bepalen. Soepenberg vertelt dat dit in Duitsland anders geregeld is. In Duitsland is er een prijsverhoging gekomen in november 2022. Daarvoor was het prijsverschil in Nederland en Duitsland was groot. Dat was Duitsland veel goedkoper. Maar we hebben een prijsverhoging gehad die wordt bepaald door de Duitse Bundesregering. Die legt een minimumprijs en een maximumprijs vast en daartussen moet je je bewegen. Toch zit er in Duitsland ook verschil in tarieven. Dit heeft te maken met onder andere de locatie van de praktijk. Als jij in het centrum van Düsseldorf zit met een gezelschapsdierenpraktijk, dan betaal je een andere huur dan als je in het centrum van Kranenburg zit. Dus daarom zul je in Düsseldorf waarschijnlijk meer moeten betalen voor een algemeen onderzoek dan hier in Kranenburg.